Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu dat naar de NPS gaat, moet ervoor zorgen dat de ruimtelijke ordening binnen woonwijken nader wordt ingericht. Dat zei presidentskandidaat Chandrika Prasad Santokhi gisteren na de installatie van het nieuwe parlement. Het ministerie is op het laatste moment in het leven geroepen om een mogelijke coalitiebreuk te voorkomen. Volgens Santokhi is de ruimtelijke ordening nooit goed uit de verf gekomen. Je hebt ruimtelijke ordening, grondbeleid en bosbeheer. En ruimtelijke ordening is eruit. En de rest is gebleven bij ABA. Maar dit is nooit goed ingericht. Gaat u maar na hoeveel van die winkels en wat moet ik zeggen, die huisjes die allerlei dienstverlening hebben in woonwijken komen. Hoeveel fabrieken en woonwijken komen. Nou, dat zijn zaken die te maken hebben met ruimtelijke ordening, dat moet een goed beleid zijn. Maar daartegenover moet je ook een stukje milieu hebben. En dat is erbij gekomen. Dus één ministerie, maar het bestaat uit directoraten die al elders al ingebed waren. Dus hoeveel ministeries? Als ik me niet vergis, het was nu op 16. Ja. We waren terug naar 15, dus minder dan huidige. Maar ja, voor het zoeken van politieke oplossingen hebben we nu één erbij. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken zal niet meer bestaan. Maar Sport en Jeugdzaken zullen als directoraten worden toegevoegd bij andere ministeries. Het directoraat Sport zal onder het beheer van regionale ontwikkeling vallen. Ook het ministerie van Jeugd en Zaken is ook losgekoppeld. Jeugd is gegaan naar een ander ministerie, blijft directoraat. En Sportdirectoraat is weer naar een ander gegaan. Dus men moet niet zeggen dat het ministerie er niet is. De directoraten zijn er, want daar wordt het werk verricht. Maar we willen een beetje minder ministerie hebben. Hoe gaat het eruit moeten zien? Want we hebben de jeugdambassadeurs gehoord. Ja. Die hun zorg hebben uitgesproken over de splitsing van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Wat was de beweegreden om dat te doen? We hebben gezien namelijk dat er een ministerie van regionale ontwikkeling is. En de regionale ontwikkeling focust naar alle districten. En men heeft gezegd, als je sport koppelt aan regionale ontwikkeling, ga je goed ook een regionaal beleid kunnen ontwikkelen op het gebied van sport. Met name, heeft ABO dit duidelijk aangegeven, dat met name binnen, en ik ben helemaal eens, er moet extra aandacht gegeven worden aan talentontwikkeling. Ga maar kijken naar Marwijnen, krioelt van talent. Maar wie doet er wat aan? We hebben nu al dossier opzetten van een voetbalschool. Het gaat versneld uitgevoerd worden. Laat al die talentvolle Surinamers de kans krijgen om naar die voetbalschool te gaan. En binnen 2-3 jaar kunnen ze een middenniveau, misschien topniveau voetbal allemaal gaan spelen in het buitenland. Dat is één. Tweede is namelijk dat sport één is. Ja, jongeren zijn erbij betrokken. Maar het grote probleem van de jongeren op dit moment is werkloosheid. En dat willen we vorderen. En dat zie je namelijk dat jeugdzaken komt bij het ministerie van Arbeid, werkgelegenheid en jeugd. VHP-voorzitter en presidentskandidaat Chandrika Prasad Santokhi was dat. Hij sprak gisteren over de verschillende ministeries.